Hey, goeiedag. Welkom terug op mijn kanaal. We gaan even opmaken met een nieuw samengesteld everyday bakje. Mooi bakje, tasje is het meer. We nemen de nieuwe Catrice Aqua Splash Grip Primer. En verder is volgens mij, dit is echt zo'n beetje gewoon doorzichtig. Het lijkt een beetje blauwig als het eruit komt. Ik heb skincare zo al gedaan. Dat is een beetje veel. Ik heb een rustige dag. Best wel weer aan het werk. Niet dat alles hier afhangt van... Nou, wel dus. Alles hangt hier af van Wessel. Ja, zo. Ik hoef vandaag alleen naar de... Ja, ik noem dat de tietenpletter. Dus ik krijg bevolkingsonderzoek voor borstkanker. Maar dat, ja... Iedereen, hè? Vanaf 50. Dus ik ben nu aan de beurt. Dit Dior Forever Skin Correct Primer. Nee, concealer. Een paar kleine stipjes. Doen wonderen. Het is niet zo dat ik helemaal bedekt wil zijn of zo. Kijk. Alleen deze vlek vind ik dan vervelend. Om mijn ogen een beetje. Ik heb toch wel een beetje verkleuring. Ik slaap slecht met het warme weer. Beetje op mijn neus en een beetje boven mijn wenkbrauwen. En de rest van de roodheden, dat bedekt de foundation. Behalve natuurlijk deze enorme... Wat is het? Paarse plek. Ja. Geen idee wat het is. Even voor de duidelijkheid. Ik heb geen idee wat het is. Ik zie trouwens dat ik ook een primer in mijn everyday bakje had gedaan. Nou, volgende keer. De Dior Forever Natural Nude gebruik ik. Ik heb geen idee wat het is. Ik heb het mijn hele leven al. Ik heb die vlek altijd gehad. Even wat lichte stipjes. Foundation. Zo. Op de plekken waar concealer zit. Probeer ik het wat meer te stippelen. Zodat de concealer er blijft zitten. Zeg maar, anders heb je kans dat je die... weg. En de stukken waar geen concealer zit, zeg maar, dan druk ik en dan swipe ik het weg zo. Kijk, en dan zie je nog steeds roodheden hoor. Maar dat vind ik niet zo erg. Ik hoef niet helemaal bedekt te zijn. Ik ben wel een make-up pop. Maar geen Barbie, zeg maar. Weet je, we gaan niet naar een galabal. Dus het hoeft niet echt. En ik heb nog foundation over, hè. Dus je zou altijd nog een beetje zo... Het was een beetje erg. Nu zit het hier in mijn haar. Hartstikke leuk. Goed gedaan. Zo. Het is daar toch grijs. Dat zien mensen toch niet.
En met zo'n schuine kwast kun je best gewoon stippelen, hè. Dat is... En weet je, je moet het aanbrengen, vind ik, hoe jij denkt dat het voor jou het prettigste is, wat jij vindt. Het maakt namelijk helemaal niet uit wat een ander zegt. Maar goed. Ja, nou, ik vind hem goed zo. Ja. Veeg even de foundation van mijn hand af. Doe ik alleen even de onderogen nu, want ik ga nog wat creamproducten gebruiken. Met mijn Pat McGrath poeder. Ja, dat doe ik ook altijd gelijk mijn neus. En de lachlijnen. En de rest komt dan zo meteen. Zo zien jullie beter, hè? Chic Lame Bronzer en Contour. Dit is de contour. En dan doe ik daar een heel klein beetje van een bronskleurtje bij. Zodat het heel klein beetje warm wordt en je niet alleen maar een grote, dikke, grijze plek op je wang hebt. En dan krijg je een hele mooie natuurlijke beetje op mijn voorhoofd. Dan doe ik het iets van de haarlijn af en dan kan ik het heel mooi zo richting de haarlijn vegen. Zo. Kijk, heel zacht, zie je dat? Maar wel... In het begin deed ik echt zo'n streep, maar dan zeg maar als je een streep doet, dan trek je hem uiteindelijk tot hier, want je maakt het altijd wel iets langer. En dan kwam het zo heel dicht bij mijn mond en ik vind dat niet zo mooi. Een beetje blush. Gebruik gewoon dezelfde kwast. Deze is van Elf. Dit is de nieuwe kwast die uitkwam met de liquid bronzer. De camo bronzer. En dan heb ik hier de een beetje highlighter. Dat kan ik net zo goed ook met die kwast doen, dat maakt niet uit. Zo. Dior en Chic Lame. Ja. Poeder. Oh, een beetje veel. Nou, dat proppen we wel weer terug. Daar gaat hij. Beetje poeder. Dit is de drie kleuren poeder van Mora. Hebben jullie wel zo'n... Ik heb wel zo'n onderzoek gehad hoor. Dat was op eigen verzoek toen. Heb je wel zo'n onderzoek gehad? Of heb je ermee te maken gehad? Of... Ik denk niet dat ik wat heb. Maar ik wil wel meedoen aan die onderzoeken. Ook de inwendige onderzoeken doe ik altijd aan mee. Dat is natuurlijk al sinds je 40ste. Ik heb heel veel poeder over. Dan leg ik het los even zo neer. Dan gebruik ik dat morgen wel op. Ja, doen we een klein beetje. Dit is de Hydro
Hyaluronic Face Mist van Catrice. Die is niet nieuw of zo, maar die is wel fijn. Doet ongeveer hetzelfde als die van de Maximoor. En je wil echt dat je gezicht nat is voor deze stap. Want dan smelt het poedergebeuren mooi in je huid. Even waaieren. Ik ga zo meteen beneden nog twee filmpjes opnemen. Een nagelfilmpje en een kwastenwasfilmpje. Daar had iemand gevraagd, hoe was jij je kwasten? Nou, dat ik denk, oh, dat ga ik uitleggen. Nou, uitleggen. Dat is helemaal niet bijzonder of zo, maar hè? Oké, ik ben heel slecht om nu nog poederproducten aan te gaan brengen. Ik denk dan, ik zie nog helemaal nattigheid. Maar ik ben wel klaar met blazen gewoon. Dus ik druk het er gewoon even met een sponsje in. Kijk, en dan ziet je huid er heel huid uit, zeg maar. De Catrice Color Fix. Dit is de kleur blond. En dan kan ik een klein beetje kleur aan de haartjes brengen. Zodat ik een beetje mijn natuurlijke wenkbrauw kan volgen. En ik weet dat ik vorig jaar gezegd heb, of begin van het jaar, heb ik al die dingen weggedaan. Want ik gebruik het nooit. En dat was ook zo. Maar nu weer wel. Dit laten we even drogen. Wat heb ik nog meer? Wat wil ik nog meer? Klein beetje oogschaduw. Ik heb het Dior paletje. Even een kwastje. En dan pak ik de lichtste kleur. De witte kleur, zeg maar hier. Niet de crème kleur daarboven. En dit doe ik over heel mijn ogen heen. Dat zie je eigenlijk niet hoor, die kleur. Maar. Nou, nee, je ziet het bijna niet. Het verzacht dan een beetje de kleur die je er overheen doet. Dat is dan, zeg maar, deze lichte kleur. Dit is een vrij stevige kwast. Die gebruik ik eigenlijk alleen voor het aanbrengen. En dan pak ik een beetje een kleine fluffy kwast, zeg maar. Laat ik het in de spiegel zien. Dat is niet handig. Dus, maar, en jullie laten zien, hè. En daarmee ga ik het blenden. Hier zit niks op, geen product. Even schoonmaken. En dan neem ik een klein glimkleurtje. Denk die middelste. Zal ik dat doen of zal ik het zo laten vandaag? Nee. Klein glimkleurtje aan de binnenkant van je oog. Niet van je ooghoek, dat doe ik nooit eigenlijk. Gewoon een klein dingetje, dan is dit de ooglook. En dat vind ik voor elke dag genoeg. Even wimpers krullen. Dan neem ik de Lash It Loud.
Nog steeds doe ik vaak knipperen. Ja, dat dus. Echt. Ik wou net zeggen, ik doe niks meer onder mijn ogen. Ja, we moeten nog een paar stappen doen, dus. Probeer het wel, zeker aan de buitenkant, dicht bij je. Ja. De wortel van je haartjes te houden. Anders krijg je geen kleur. Dit gaan we even laten opdrogen. Ondertussen ga ik de wenkbrauwen doen. En hiervoor heb ik niet zo heel veel nodig, maar hier wel. Ik teken het gewoon in. Maar geen aparte haartjes of zo. Ik probeer wel een beetje de definitie, zeg maar, van dat. Die iets donker geworden wenkbrauwharen. Ja, hier heb ik iets minder haar aan de andere kant. Dus dan doe ik het wel. Zo. Ja. Zo. Zo snel kan het gaan. Dan heb ik hier een lippotlood van Mora. Kan ik hier ook een kleur op ontdekken? Dit is de Lip Exposure Pencil in 002. En dan heb ik hier een lippenstift van W7. Dit is Naked Desire. En er staat verder niet op wat voor lippenstift het is. Het is een Charlotte Tilbury lookalike. Deze is echt heel mooi. Dat is echt heel mooi. Dan neem ik een stokje. En dan gaan we eerst deze kant doen. Zo. Ik pak even een schone. En dan. Waar ben je? Hier zo. Ik neem een spoelie. Die is speciaal hiervoor. En dan is het weg. De grote blob doe ik. Met het wattenstaafje. En dan doe ik het restje zo. En als je het een klein beetje poeder. Zo. Klaar. Hele snelle look met een nieuw everyday bakje. Misschien ga ik Dennis overhalen om nog even een kopje koffie of zo te gaan drinken. Deze lippenstift is echt heel fijn. Heb ik gekocht bij de Boozy Shop.
everyday look. Laat me weten, jouw everyday make-up nu. Wat gebruik je? Wat vind je leuk? Wat is er in bij jou? Wat gebruik je heel veel? Je ziet ook echt gewoon het verschil tussen die lippotlood en die lippenstift bijna niet, hè? Hele mooie combo. Oh, hier zit ik een beetje te ver buiten mijn liplijn. En het enige wat ik dan ook wil zeggen is dankjewel voor het zo... Het enige wat ik dan nog kan zeggen is dankjewel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Zo, ik moet beter leren articuleren. Maar dat is het Haagse wat er nooit meer uitgaat. Dankjewel en tot de volgende. Doei!